Hoe vaak heb ik het al niet gehad, vrienden, over woke? Ja. En over onze deugdneuzen. En onze politiek correcte figuren. En ze zitten echt in alle haarvaten van Nederland. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar ze zitten in al die ministeries in Den Haag. Heel veel van die ambtenaren die behoren tot de afdeling deugdneus en politiek correct. Ja, en zijn dan ook woke. Ja, en dat blijkt nu, want nu hebben ze dus in één keer, hebben zij besloten dan, hè, dat er dus in het bevolkingsregister komt niet meer te staan het woord moeder. Nee, moeder gaan we niet meer gebruiken. Terwijl moeder is gewoon een van de belangrijkste woorden in Nederland. Een van de gevoeligste woorden in Nederland. Je moeder, die heeft jou gedragen. Dat is een moeder. En een moeder, dat staat voor vrouwelijke, liefdevolle zorg. Dat is een moeder. En dat woord wordt dan ineens geschrapt. Want daar moet dan komen te staan volgens hun, niet moeder, maar een ouder uit wie een kind is geboren. Dat is dan weer woke. Zo erg is het met die woke. Dat ze dit soort onzin verzinnen. Ja, en dan komt Hugo de Jonge, die komt daarna en die hoort enorm veel kritiek op het feit over dat het woord moeder is geschrapt. En die denkt, ho, wat gebeurt hier allemaal? En die zegt, ja, dit was een onnodige fout. Ja, en we gaan weer door met het werk. Onnodige fout, Hugo, hou even op. Weet je wat jij moet doen? Jij moet heel gauw naar je ministerietje gaan. En je moet die belachelijke deugdneuzen daar op dat, die wokfiguren op jouw ministerieambtenaren. Die moet jij toespreken. En of ontslaan!